Ik ben Alexander. Ik ben graficus en fotograaf bij de creatieve zaal van VRT Nieuws. Mijn job bij VRT Nieuws is redelijk gevarieerd. Aan de ene kant maak ik statische grafieken voor de website en de sociale mediakanalen ervan. Daarnaast ontwerp ik en programmeer ik ook interactieve elementen op de site. En daarnaast ben ik dus ook fotograaf voor de site. Ten slotte ben ik ook een soort aanspreekpunt voor fotografie op de nieuwsdienst. De mensen met vragen of die op zoek zijn naar specifieke foto's of niet goed weten dat de rechten zitten met bepaalde beelden, kunnen we mee terecht. Ik wil beginnen met een interactieve kaart en dan foto's bewerken en dan nog een in-gallery maken voor Instagram bijvoorbeeld. Meer rollen met de actualiteit eigenlijk. Hè. Ik denk dat je beeld nodig hebt om een verhaal goed te vertellen. Of dat dan nu grafiek, animatie, video of foto's zijn. Zonder beeld gaat er misschien een deel van het verhaal verloren of is het niet leesbaar genoeg. Ik werk graag voor de nieuwsdienst, omdat het heel dicht bij de gebruiker staat. Als iets maakt, wordt dat direct gepubliceerd en je ziet direct dat dat ook een publiek bereikt. Dus de keten is heel kort en je krijgt heel snel feedback. Een fotografie toch. Ik weet niet hoe ik dat goed moet uitleggen. Bij grafisch ontwerp werk je ergens naartoe om het verhaal te vertellen, terwijl bij fotografie bestaat het verhaal eigenlijk al en probeer je het eruit te halen. En dat heeft precies mijn voorkeur. De trein. Ik heb geen rijbewijs, geen auto, dus ik doe alles met de trein. Punk. Ik ben zelf vooral opgegroeid met punk en hardcore zo, en altijd in groepen gespeeld ook. Dus... Het zijn moeilijke dilemma's. Hè? Ik heb veel analoog gefotografeerd en ben eigenlijk volledig overgeschakeld naar digitaal ook. Dat je niet direct ziet wat je gemaakt hebt analoog, is heel leuk ook. Maar is voor effectief te werken in digitaal toch wel handiger, omdat je direct ziet wat er gedaan is. Je kunt je beelden veel sneller verwerken en veel sneller naar een resultaat toe werken. En mijn liefde voor grafische vormgeving en fotografie, ik weet niet waar dat vandaan komt, maar ik ben altijd al heel erg bezig met esthetiek en hoe dingen eruit zien. Het moet allemaal goed zijn en perfect zijn. En het moet de juiste vorm hebben. En dat is iets natuurlijk eigenlijk. Met wie van de VRT zou ik van job willen wisselen? Met niemand eigenlijk. Ik heb het gevoel dat ik alles wat ik wou en wil doen, kan doen in de functie die ik zit nu. En ik heb niet echt de nood om iemand te wisselen.